Oeh. Ik ben Stine en ik studeer toegepaste taalkunde. En ik ben Olivia en ik studeer taal- en letterkunde. Vooral in de beginjaren is dat heel veel taalbeheersing en grammatica. Naarmate het vordert is dat bij ons vooral vertalen en echte taal inzetten en leren gebruiken. Omdat wij toch wel ook de vertaler-tolken zijn. We hebben eigenlijk drie grote hoofdvakken per taal. Je hebt taalbeheersing, taalkunde, dat is dan zo wat de taalwetenschap, en letterkunde, en dat is dan de studie van de literatuur en zo. De klemtoon bij ons in toegepaste taalkunde ligt sneller op praktijk. Natuurlijk in het eerste jaar en een stuk in het tweede jaar is dat ook grammatica en woordenschat leren, want je moet eerst onder de knie krijgen. Maar daarna vooral praktijk. In de eerste jaren is dat dan ook iets meer lesuren, omdat je echt alles onder de knie moet krijgen. Daarna neemt dat af en is het ook heel veel thuis doen en vertalingen voorbereiden, teksten schrijven, zo van die zaken. Maar die lesuren nemen wel af naarmate je vordert in het traject. We hebben sowieso niet heel veel les eigenlijk. Want het is ook heel veel thuis werken en zo. Per dag gemiddeld 3 uur les of zo, 3, 4 uur les. En dan heel veel voorbereidingen, boeken lezen, taken schrijven. Ik vind dat wij niet zo'n dikke cursus hebben, omdat het veel boeken lezen en zo. Ook in de taalwetenschap zit je constant bezig met andere studies eigenlijk. Ja, de klemtoon ligt dan vooral over dat je die kennis opdoet en zelf verbanden kunt leggen tussen verschillende schrijvers bijvoorbeeld of verschillende periodes. Bij ons inderdaad ook niet direct heel dikke cursussen. Wel bij zo de cultuurvakken, omdat ik denk in tegenstelling tot bij de taal- en letterkunde. Bij ons ligt de klemtoon niet op de cultuurvakken, maar je moet natuurlijk wel een kleine component meekrijgen. Dus dat zijn kleine vakken met soms dan wel een iets dikker cursus waar je dan echt wel op moet blokken. Maar aan zo de praktijkvakken, dat zijn vaak kleinere cursussen omdat je echt gewoon moet leren en onder de knie krijgen. Dus dat valt ook allemaal wel goed mee. Het grootste verschil is dat jullie vooral met vertalen bezig zijn. Terwijl wij zijn echt met de taal op zich bezig en de cultuur en meer literatuur dan jullie. Ja, ik denk dat het inderdaad klopt. Het grootste verschil zit inderdaad daarin. Bij ons wordt de taal ook echt aangeleerd. Dat je die ook kan spreken en schrijven alsof het een native speaker was. Wij leren echt woordenschat, grammatica, puur dat. Inderdaad, in het begin ook. Maar bij ons wordt dat altijd meegenomen en we hebben niet zoveel literatuur en cultuur, zo boeken lezen en zo, dat komt bij ons weinig aan bod. Ik denk dat we componenten hebben die overeenkomen, we hebben verschillen. We hebben bijvoorbeeld ook vakken samen in het eerste jaar. Inderdaad. We studeren allebei Frans en we hebben samen grammatica gehad. Ja. Dus. De meeste mensen uit onze richting worden leerkracht. Zeker met Nederlands en Frans kun je ook in een bedrijf gaan werken. In de media wordt heel vaak gedaan. Journalistiek wordt ook heel vaak gekozen. Ja. Dus je kunt eigenlijk heel veel richtingen uit. Ja, bij toegepaste taalkunde kan je ook nog veel richtingen uit. Ik ben bijvoorbeeld nu master vertalen aan het doen. Je kan ook master tolken kiezen, meertalig professionele communicatie. Ik heb ook nog mijn oog laten vallen op de educatieve master om inderdaad les te gaan geven. Maar er zijn eigenlijk nog heel veel kanten op. Je kan het bedrijfsleven in, de sociale kant uit, van alles eigenlijk. Ja. Als je voor taal- en letterkunde wilt kiezen, moet je vooral gepassioneerd zijn door talen. Graag willen lezen is toch ook wel belangrijk. En gewoon echt een passie hebben met de taal en alles wat daar rond zit. Bij ons is inderdaad ook, als je echt wil bezig zijn met taal en echt een taal wil leren zoals je het Nederlands kan, en het leren schrijven, spreken, vlot kunnen switchen tussen de verschillende talen, en inderdaad zo dat vertalen en tolken onder de knie krijgen, dan moet je zeker kiezen voor toegepaste taalkunde.